Hier in het havenbedrijf en in de haven werken we steeds meer data-gedreven. En deze week is het de week van DEX, Data-Driven Explorers. Zo hebben we dus onze eigen dataregels. En die dataregels die hebben we dus ook ondertekend. Beleid hebben we omgezet in 7 duidelijke, simpele regels. Zodat voor iedereen duidelijk is wat we ermee bedoelen. En dat je niet 12 pagina's aan boekwerk moet doornemen om het te kunnen bevatten. En het verhaal van Spotlight is denk ik een verhaal waaruit blijkt dat je data governance kan inzetten als middel om uiteindelijk je problemen die je ervaart rondom data op te kunnen lossen. Ja, BIM is eigenlijk het digitaliseren van onze asset data, asset informatie. En wat we doen is de asset informatie beschikbaar maken en betrouwbaar houden. En daarmee leg je eigenlijk een soort van datafundament voor de organisatie. En assets, waar staan die voor? Assets, dat zijn alle fysieke dingen die wij buiten bouwen. Dus kale muren, wegen, spoor, kabels en leidingen, dat soort spul. Alex, want jij vertelde net een verhaal. Jullie kijken momenteel anders tegen data aan. Dat klopt. Toen we begonnen waren we echt bezig vanuit het programma Doel, Digital Operational Excellence, om te kijken naar hoe kunnen we de efficiëntie van het bedrijf verbeteren. En gaandeweg zagen we eigenlijk dat als we die data gingen combineren over de domeinen heen, dat we eigenlijk bezig waren meer van hoe willen we het havenbedrijf sturen en dat de efficiëntie die we in de eerste instantie voor ogen hadden, om die te verbeteren, die zien we nu dat het eigenlijk een soort bijvangst is geworden. Dus we gaan die data veel strategischer inzetten, waardoor het makkelijker wordt om die efficiëntie ook te behalen. Dus eigenlijk gebruiken we die data niet meer alleen om ons eigen bedrijf slim te maken, maar veel meer om ook de haven slim te maken. En voor ons is een slimme haven eentje die duurzaam is, die veilig is en die efficiënt is. Handig. Vivienne, wat vind jij nou zo belangrijk aan de DEX-week? Nou, wat ik belangrijk vind is dat we samen met de community elkaar opzoeken, samenwerking aanhalen, verbeteren en de kennis delen die er allemaal is in het bedrijf. Dat vind ik bijzonder gaaf en ook dat we externe erbij halen om ook van te leren. Claudia, als je nou kijkt naar wat we bijvoorbeeld 5 jaar geleden met data deden in het havenbedrijf en nu, wat is er nu zo anders? Nou, met data maak je informatie, met informatie heb je kennis. We gaan steeds vaker data opwerken tot kennis, tot intelligentie. Niet alleen voor onszelf, voor onze eigen afdelingen, onze onderhoudsprocessen, het begeleiden van de schepen. Maar steeds meer ook wordt dat gemeenschappelijke intelligentie om met AI, om met nieuwe technologie te zorgen dat we een nog slimmere haven hebben die duurzaam, efficiënt, maar ook veilig de beste haven is van de wereld. Ik heb hem dankzij de DEX-week te pakken. Die schepen, die drijven op water. Maar de hele haven, die drijft op data.